Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unive. Een hele goede avond allemaal en welkom bij deze speciale uitzending van TV Drenthe Sport, die geheel in het teken staat van de paardensport. Want na 3 wedstrijddagen zijn we vanmiddag toe aan de grote ontknoping met de grote prijs van Drenthe. Commentaar bij de beelden krijgt u van Steven Stegen. De eerste deelnemer in de baan is Angelique Hoorn uit Wanneperveen. Ze rijdt haar paard Zaskal. Parcoursbouwer Chris van Gelder, die heeft 16 hindernissen in de piste staan. En het is een parcours dat iets minder zwaar is dan dat van zaterdagavond. Angelique Hoorn won al 2 keer de grote prijs van het NIC. Onder andere met Haskal, dat is een familielid van deze Zaskal. Zaskal is een 9-jarige ruin. We hebben al een foutloze rit gehad van Albert Voorn. Niemand minder dan Albert Voorn met Tobalio. En als Angelique Hoorn foutloos rijdt, dan weten we zeker dat we een barrage krijgen in deze grote prijs van Drenthe. Hoorn gaat nu richting de driesprong over de diagonaal gebouwd. Daar komt ze niet helemaal lekker in. Heeft een beetje geluk, ze tikt de achterste balk aan, maar het blijft allemaal liggen. Dan richting hindernis 9. De trippelbaar. En dan een lastige dubbelsprong met water en helemaal richting de uitgang gebouwd. Dat is voor veel paarden lastig. Dan nog 2 hindernissen te gaan. De RTV Drenthe hindernis gaat goed en dan het laatste lichte hekje. Dat blijft ook liggen. En Angelique Hoorn rijdt foutloos met Zaskal. En we weten dus dat we haar terug gaan zien in de barrage. Maar er waren meer topruiters in die grote prijs, zoals Mark Houtsager. Sterhofs Opium rijdt hij, een 17-jarige hengst alweer, ervaren paard. Mark Houtsager, succesvol ruiter, won onder andere zilver op de Olympische Spelen in Londen met het Nederlandse team. En hij zou toch in staat moeten zijn om ook foutloos te blijven. Maar de tijd is wel een factor. ...76 seconden staat er maximaal voor. Galoppeert mooi door. Mooie sprong in de driesprong. Gaat er heel gemakkelijk overheen. Tikt hem even aan. Het blijft liggen. Nog 3 hindernissen te gaan voor Mark Houtsager. Nog eentje. Kan het nog fout gaan? Ach, het kan inderdaad nog fout gaan. Wat zonde op die allerlaatste hindernis. Maar ook de tijd was niet snel genoeg voor Mark Houtsager. 4 strafpunten voor de fout en nog 1 erbij voor tijdsoverschrijding. Dan een Drentse deelnemer in de piste, Daan van Geel. Hij komt uit Gees en hij rijdt zijn toppaard Zoe. En op hindernis 2, de stijlsprong, gaat het dan al fout voor Daan van Geel. Pas vader geworden. Misschien wat minder slaap gehad. Is toch jammer om dan op hindernis 2 al een balk te horen vallen. Want hier gaat Zoe dan toch weer heel gemakkelijk over de hindernissen. Dan richting de driesprong, mooi over de diagonaal gebouwd. Okser, stijlsprong. En op 3 galopsprongen weer een okser. Geen probleem. Langs de lange zijde, langs de tribune die voor ongeveer 3/4 bezet was vanmiddag. Waterhindernis, een hele mooie sprong op die okser. Dubbel richting de uitgang gebouwd. Is lastig. Nog een fout voor Daan van Geel. Het is niet helemaal zijn middag. 8 strafpunten in het parcours en ook de tijd voor hem toch een klein probleem. 1 strafpunt er nog bij en dat betekent een totaal van 9 strafpunten voor Daan van Geel.
Dan gaan we naar Jos Lansink. Wie kent hem niet? Komt uit Twente, maar rijdt al vele jaren voor België. In het verleden winnaars van vele wereldbekers. Wereldkampioen. Ach, wat heeft deze man al niet gewonnen. En dan rijdt hij met Zerlin M. Dat is een 9-jarige hengst. Een hengst trouwens die is opgeleid door de Drentse ruiter Sander Naber uit Holsloot. En dit paard is bij Jos Lansink zeker in goede handen gekomen. Een prachtige stylist. Echte paardenman. Een ruiter die als organisatie graag op je startlijst hebt. En we hebben het al gezien eerder deze week in het NIC-journaal. Dat Jos Lansink echt een klik heeft met het NIC in Assen. Hij komt er graag. Neemt graag jonge paarden mee. Ze kunnen hier ervaring op doen. Prachtige accommodatie. En Zerlin springt goed. Heeft veel vermogen. Gaat heel makkelijk over die hindernis van 1,45 meter. Even de concentratie vasthouden, nog één sprong te gaan. Licht hekje, de tijd geen probleem. En ook Jos Lansink gaat erbij komen voor de barrage. En daarmee weten we zeker dat de Grote Prijs van Drenthe een mooie ontknoping gaat krijgen. Ook veel Duitse deelnemers. Dit is Matthias Vos. Hij rijdt met Fantast. Oeh, dat gaat helemaal fout. Echte taxatiefout. Ja, en een val, dat betekent dat het voor Matthias Vos erop zit. Zaterdagochtend helaas ook een vervelende valpartij met een ruiter uit Koeweit. En dat liep voor het paard helaas slecht af. U hebt dat gezien. We gaan naar Michiel Brussen, Drentse deelnemer. En ook hij gaat op die tweede hindernis, dezelfde hindernis waar Daan van Geel net een foutje maakte, in de fout. En dan komt er nog een balk dus bij. 8 strafpunten al voor Michiel Brussen uit Wapserveen met Cannavaro D. Rijdt toch het parcours uit. In alle rust natuurlijk. Probeer toch nog wat ervaring mee te pakken. Het is natuurlijk altijd even slikken, want je wilt natuurlijk graag in eigen provincie een goede indruk achterlaten. En die driesprong gaat dan toch wel weer heel gemakkelijk. Brussen blijft ook gewoon lekker rustig rijden, maar heeft nu zoiets van, het is wel mooi geweest. Hij steekt zijn handje omhoog richting de jury, ten teken dat hij het parcours vrijwillig beëindigt. En zo wacht het publiek nog steeds op wat de rest van de Drenthe gaat doen. Zoals Maureen Bonder, jonge Amazone, 23 jaar, komt uit Schoonoord. En ze rijdt haar toppaard Alex. Bonder is echt bezig met een opvallende tocht naar boven. Maar ook voor haar redelijk in het begin van het parcours al een fout. Ze heeft onlangs een mooie succesvolle tournee naar Italië gemaakt. Krijgt ook steeds meer kansen van de bondscoach. Het is natuurlijk belangrijk om binnen Europa op grote internationale wedstrijden ervaring te kunnen opdoen. Ze heeft ook een goed team achter zich staan met trainer Rob Besselink en natuurlijk haar ouders. Ze laat zich toch niet uit het veld slaan door die ene fout, blijft netjes rijden. Ook mentaal is het natuurlijk belangrijk om sterk te zijn. Je kunt sterk rijden, je moet een combinatie vormen met je paard moet voorzichtig zijn. Ach, alles moet gewoon kloppen in zo'n parcours. En soms moet je ook gewoon net dat beetje geluk hebben. Maar voor Maureen Bonder vandaag dus geen geluk. Het blijft wel bij die ene springfout. 4 strafpunten voor deze Drentse Amazone. En daarmee kunnen we de balans opmaken in het basisparcours. En weten we dat we 16 deelnemers hebben in de barrage. En als eerste in die barrage kijken we naar Albert Voorn. Winnaar van de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Sydney. En hij rijdt zijn paard Tobalio. Er zijn nog 8 sprongen over in dit barrageparcours. En Albert Voorn is een echte topruiter. Stuurt kort. De triepel geen probleem. Even een korte ophouding. Dan heel sterk rechts omgestuurd. Mooie wending.
neemt even gas terug. Dat kost tijd, maar Voorn blijft wel foutloos. En de tijd staat voor hem op 35.03. Dat is een mooie tijd en daar zou hij best eens ver mee kunnen komen. Dan Angelique Hoorn aan de start met Saskal. We hebben haar net gezien in het basisparcours. En gaat het haar dan lukken om de tijd van Voorn te verbeteren? 35.03, dat is de snelle tijd van Albert Voorn. Heeft daar even geluk op de stijlsprong. Maar ze heeft wel het tempo erin. Maar daar gaat de balk. En dat betekent dat Angelique Hoorn in elk geval Albert Voorn voor zal moeten laten gaan. Ze houdt wel het tempo er redelijk in. Nog even scherp rechtsom. De RTV Drenthe hindernis, die er trouwens vaak afging vanmiddag. Het blijft bij 4 strafpunten in een tijd van 36.02 voor Angelique Hoorn. Dan gaan we naar Timothy Hendricks, ruiter uit Limburg en hij rijdt very nice. Timothy Hendricks is de zoon van Emiel Hendricks, hele bekende ruiter. Met finesse, ook al is ze winnaar van het NIC. Timothy Hendricks is echt zo'n jonge, onbevangen ruiter. Die lekker voorwaarts rijdt. Het lijkt niet snel, maar heeft een goed grondtempo. Hij galoppeert lekker door, maakt weinig ophoudingen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de tijd, want hij zit echt goed qua tijd. 35.03 is de tijd van Voorn en Timothy Hendricks neemt de leiding over. 33.84 is de tijd van Timothy Hendricks. Dan gaan we naar een volgende Nederlander. Dat is Bart Bles. Hij zit in het zadel van Lord Sandro. Bart Bles komt uit het Gelderse Babberich. Ook een echte rising star. Lord Sandro let goed op, heeft de oortjes attent naar voren, denkt goed mee in het parcours. De driesprong, daar waren nog 2 hindernissen van over. Dan linksom de triepelbaar. De hindernis met het water eronder, geen probleem. En dan de RTV Drenthe hindernis, ook geen probleem. En hij is goed rond in 33.81. Dat is dus 300ste sneller dan Timothy Hendricks. En Bart Bles staat dus aan de leiding. Maar dan Jos Lansink. Zou hij het sneller kunnen dan 33.81? Jos Lansink won al 3 keer eerder het NIC. En het zou voor het evenement een mooie opsteker zijn om hem straks te kunnen huldigen als winnaar van de Grote Prijs van Drenthe. Zerlin M. in Drenthe opgeleid. Springt op Drentse bodem. Is snel. Daar moet hij toch even terug. En die wending had misschien ook nog iets sneller gekund. 33.81 is de leidende tijd. En daar komt Lansink net niet aan. 34.81. Precies een seconde langzamer dan Bart Bles. Dan gaan we naar een Amazone uit Nederland ook. Annette Willems. En ze rijdt haar paard Nirvana. Is al 17 jaar oud, dit paard. Veel ervaring dus. Annette Willems uit Wierden. Straks komt haar man, haar echtgenoot, nog in de baan na haar. Gaat het haar lukken om Bart Bles van die eerste plaats af te rijden? Ze lijkt minder snel. Ze neemt hier toch iets meer de tijd. Denk misschien toch, ik ga proberen foutloos te rijden in elk geval. Het ene paard is natuurlijk ook sneller van nature dan de ander. Nee, Willems doet niet echt een hele harde aanval. Voor haar blijft de klok staan op 35.69 en Bart Bles nog steeds aan de leiding. Dan haar man, Robert Vos. Gisteravond won hij de hoofdrubriek en vandaag in de barrage met Another Pleasure. Robert Vos is een snelle jongen. Zoon van parcoursbouwer Marinus Vos. Heeft daar even geluk, tikt even aan die balk. En ze liggen redelijk los. Als het paard maar even met de hoeven aantikt, dan is het vaak al foute boel. Oeh, daar verliest hij even tijd. Schiet het paard toch even door. Ja, Robert Vos. 35-56, maar hij heeft wel een foutje gemaakt. En dat betekent dat Bart Bles nog altijd aan de leiding gaat.
dan een jonge Limburgse Amazone, Jodie van Gerwen. Ze komt uit het plaatsje Limbricht. Nog maar net over richting de senioren. Heeft daar eventjes wat geluk met haar paard Tantalus. Heeft weer geluk. En sommige mensen hebben gewoon veel geluk. Het is ook maar net hoe het paard de balk raakt. Tikt weer aan, maar stuurt wel heel kort. Zet alles op alles en gaat voluit richting die laatste hindernis. En is ze dan sneller? Ja, dat is ze. Ze neemt de leiding over van Bart Bles. 32:51 is de tijd van Jodie van Gerwen. Dan hebben we nog maar een paar deelnemers te gaan. Zoals deze Petronella Andersson. Scandinavische Amazone. Zij rijdt Nosco de Blondel. 32:51 is de tijd. Zou dat nog sneller kunnen? Oeh, daar wint ze veel tijd. Daar wint ze veel tijd. Mooie tempo naar voren gereden. Het zal erom gaan spannen of ze het haalt. 32:32. Ja, het is 32:55. 400ste langzamer dan Jodie van Gerwen, die nog altijd de leiding in handen heeft. En Andersson staat dus tweede. En dit is de laatste kanshebber, Gudrun Pateet. Een Belgische Amazone. Ze is de heersend wereldkampioen bij de 7-jarige paarden met Atlantic. En ze rijdt nu Seacoast Fairly, een schimmel. En daar heeft ze een weigering. Dat is heel jammer voor deze Belgische Amazone. En dan weten we dat wij de balans kunnen opmaken. En dat een jonge Limburgse Amazone de grote prijs van Drenthe wint. Pateet neemt nog wel eventjes de andere hindernissen. Maar voor haar is de strijd gestreden. Ze rijdt toch in alle rust haar barrageparcours nog even uit. Het is altijd zonde als je dan een weigering krijgt. Maar ja, dat is het risico van het vak. Als je als laatste rijdt, dan moet je gewoon veel proberen. Toch nog een applaus van het publiek en terecht. Jodie van Gerwen is dus de winnares van de grote prijs van Drenthe. En Petronella Andersson, de Zweedse Amazone, de tweede plaats. En derde is Bart Bles uit Babberich met Lord Sandro. En Jodie van Gerwen krijgt de prijzen uitgereikt van de gedeputeerde Art van der Tuuk. En rijdt de ereronde zo'n 10.000 euro rijker. En dat is dan de ontknoping, de mooie ontknoping van de 58e editie van het Noordelijk Internationaal Concours Hippique in Assen. Ja, ik moest als 13e van start en normaal 13 is wel mijn geluksgetal. Dus ja, er waren sowieso wel snelle ruiters in de brage. Maar ja, ik dacht, het is nou alles of niets. En ik ben ervoor gegaan en het lukt allemaal. En ja, ik ben super blij. Ja, met deze prachtige winnaar is er een einde gekomen aan deze uitzending van TV Drenthe Sport. Die geheel in het teken stond van de strijd om de grote prijs van Drenthe. Morgen is TV Drenthe Sport er weer en dan zijn we weer in de TT-hal. Want vanavond is hier nog het afsluitende dressuurgala. Ook morgen aandacht voor het G-voetbaltoernooi van FC Groningen. Vanuit Assen wens ik u een hele fijne avond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Univee.